Hallo, mijn naam is Agira Beck. Agira is een Joodse voornaam en betekent mijn broer is mijn vriend. Beck, dat komt uit Suriname, van mijn vader. Mijn vader is geboren in Suriname en mijn moeder is geboren in Israël. Mijn vader en mijn moeder hebben elkaar ontmoet in Jeruzalem. Ik ben Nofar Kruinhagen. Ik ben geboren op Paruba in het ziekenhuis. Onder die ziekenhuis waren er allemaal mooie waterlelies. Daar ben ik naar vernoemd. Die heette Nofar. Ook heeft Nofar een hele mooie betekenis in de Torah, onze Bijbel. Kruinhagen, mijn achternaam, komt van mijn Nederlandse vader. Hij is later Joods geworden. We staan nu in de synagoge van Amsterdam. Hij wordt ook wel de synagoge genoemd. Het is een Portugese Israëlische synagoge. Ik en mijn familie komen hier wekelijks, want we wonen hier om de hoek. Nofar, er is ook een synagoge in Curaçao? Ja, zeker. Er is een hele mooie in Willemstad. Daar is hij nagebouwd van deze synagoge. Hij is heel mooi en oud. En er ligt zand op de grond. Net als in deze synagoge in Amsterdam. En in de synagoge van Suriname ligt er ook zand op de grond. Ik ben er zelfs een keertje geweest. Het is echt een hele prachtige synagoge. En het ligt in het centrum van Paramaribo, vlak naast de moskee. Dus er ligt een synagoge in Suriname, in Amsterdam en in Curaçao. Ja, ik voel me zeker Joods. Het is moeilijk om dat uit te drukken, wat dat betekent precies. Maar als je tussen de Joden zit, dan voel je op helemaal thuis. Ik heb dus een onderdeel van mijn Jodendom is het religieuze aspect. Maar een belangrijk onderdeel is ook het culturele aspect en het historische aspect. Die drie dingen samen vormen mijn Joodse identiteit. Ik voelde me toch altijd veel sterker Joods. Dus ik heb, ook al vierde ik dan wel ook de christelijke feestdagen, of tenminste kerst en Pasen, wist ik wel duidelijk dat is niet mijn godsdienst. Ik denk dat vroeger vond ik mezelf er veel Joodser uitzien dan dat ik er nu uitzie. Tenminste, omdat ik wat lichter was van huid. Hier kan je het wel op zien, vind ik. Ik vond mezelf daar echt een heel Joods meisje. Maar believe me, een mooiere synagoge dan de Curaçaose synagoge Mikve Israël Emmanuel is er gewoon niet. In drie afleveringen gaan wij jullie vertellen over wat Joods-Caribisch is hier in Nederland.